zijn in de Kunsthal in Rotterdam en we staan hier bij de Hipstamatic tentoonstelling. En dat gaat over fotograferen met je iPhone-app. Willemijn van Drunen en ik bedachten dat heel veel tentoonstellingen niet echt over actualiteit gaat of wat mensen nou echt bezighoudt in hun dagelijks leven. En we vonden dit een mooie manier waarop mensen hun leven laten zien, hun leven delen, maar ook een hang hebben naar nostalgie, naar vroeger. Bekende fotografen zoals Vincent Mensel hebben eraan meegewerkt. Maar we zijn ook een Hipstamatic groep begonnen op Flickr, Hipstamatic Nederland. Daar hebben we mensen via social media opgeroepen om mee te doen, dus het is helemaal crowdsourced. Het leuke is dat je ziet dat je denkt dat je zelf hele originele Hipstamatics maakt. Dat dacht ik ook namelijk, maar iedereen stuurt wijnglazen in, zijn kinderen, zijn briljante vakanties. Want dat zijn nou juist de dingen die je op Facebook of zo aan je vrienden wil laten zien. Van kijk, ik heb het heel leuk, of ik heb ergens heel lekker gegeten, of ik heb fantastisch leuke kinderen. En ik denk misschien als we terugkijken straks naar de jaren 2010, dat misschien dit soort beelden ook wel bepalend zijn geweest voor wat wij mooi vonden in die tijd. En wat wij allemaal aan elkaar zaten te adviseren, van dat moet je gebruiken, dat is leuk. En daarmee heeft het een soort maatschappelijke relevantie. Ik heb een aantal foto's heb ik ingezonden en ik kreeg te horen dat ik uitgekozen was. Dat er één beeld van mij bij hangt. Het leukste is het effect dat je meteen krijgt zonder dat je daar allerlei extra kennis of ervaring voor hoeft te doen. Fotograferen is denk ik wel kunst en ik denk ook wel hoe meer opleiding je hebt, hoe beter je dat kan benaderen. Maar juist dit snapshot effect is heel leuk en dat is wat heel veel mensen aanspreekt denk ik. Het is een snapshot, verrassing van wat je krijgt. Ja, het is meteen prachtig. Het is heel anders dan gewone foto's. Er hangt verderop een foto van Wesley Snijder die geïnterviewd wordt tijdens 2K in Zuid-Afrika. En tijdens die persconferenties en die trainingen verveel je nog wel eens. Dus toen is eigenlijk de liefde voor de Hipstamatic geboren. Ik had net mijn eerste iPhone in juni gekocht en dat was de eerste app die ik kocht. En ik ben gelijk van meet af aan groot fan geweest. Ik ben blij dat ik tussen zoveel mooie, goede fotografen mag hangen. Ja. Dit is gewoon een strandtent in de hoek van Holland met een parasol erop. Als je die met een gewone camera zou maken, dan is het gewoon een strandtent in de hoek van Holland met een parasol. Ja, maar zo is het net alsof je in India bent geweest of zo. ik heb laatst uit de oude doos van mijn moeder allemaal foto's van vroeger zitten bekijken. En dat zijn eigenlijk een soort pre-Hipstamatics. Een van mijn favorieten is deze, dat is Charlotte in bad. En ik vind het vooral zo leuk aan dat het heel sprankelend is. En wel een kinderportret, maar niet zoals al die anderen. En dat je heel erg in het moment gaat zitten. En dat doen heel veel mensen die met Hipstamatic fotograferen, die kijken opeens wat beter naar de omgeving en die genieten er heel erg van. Just do what you can do. Oh, shut. Why? I'm on fire. En je hebt een keuze uit verschillende camera's en verschillende standen. Kijk, dus het is een kwestie van drukken. En dan hoor je ook klik. Dus je hoort echt dat je een foto maakt. Nou, je kan dus verschillende camera's, verschillende types. Kijk, dan kan je zien hier. En dan kan je ook welke, zeg maar, dit is de Classic Black. En je kan verschillende lenzen zitten er dus in. En dan kan je ook nog, even kijken hoor, flash, verschillende soorten licht dat je kan gebruiken. Nou, wat Hipstamatic uniek maakt ten opzichte van andere apps zoals Instagram of andere mobiele telefoon apps, is dat het een soort randomness heeft. Dus het is meer per ongeluk het beeld wat je maakt en bij Instagram maak je foto en dan kies je daarna een leuk filtertje erbij. Dus dan kan je veel meer gaan shoppen en Hipstamatic is veel spannender eigenlijk. Yeah.